In deze video gaan we jullie uitleggen hoe je kan werken met je Resengotafels Lite systeem. We gaan je eerst uitleggen hoe dat jullie klanten binnenkort een reservering gaan kunnen maken met Resengo. En vervolgens gaan we tonen hoe dat jullie in jullie admin-omgeving zelf jullie reserveringen kunnen beheren. Dat gaat van reserveringen aanmaken, bijwerken, verwijderen of bepaalde instellingen aanpassen van je openingsuren enzovoort. Dus we gaan beginnen met de uitleg over hoe jullie klanten binnenkort kunnen reserveren. Dus we zien hier de reserveringswidget noemen we dat. Dat is de module die jullie op de website kunnen plaatsen en waar de mensen dan online kunnen gaan reserveren. We hebben twee opties. We kunnen deze module erop plaatsen, deze vierkantje hier. En dan kan er eigenlijk op die manier gereserveerd worden. Maar wat zeker ook aan te raden is, is onze floating button die je rechts van onder ziet. Die kan je op elke pagina plaatsen, waardoor mensen eigenlijk erop moeten klikken en op die manier ook kunnen reserveren door hier te gaan klikken. Dus beide is sowieso aan te raden om die allebei te integreren. Later daar nog wat meer over. Dus we gaan eerst moeten kiezen wat we graag willen doen. Willen we reserveren voor de lunch of voor het diner? Vervolgens gaan we het aantal personen moeten selecteren. Jullie klanten gaan dat dus moeten doen. We gaan voor 4 personen kiezen en we gaan graag zaterdag komen eten. Dus we kiezen de 29e. Dus we gaan nu kijken naar een kalendertje en we zien de beschikbaarheid voor de verschillende diners in deze zaak. Dus elke vrijdag, zaterdag en zondag is er een diner. En momenteel is er ook nog niks volzet, want alle dagen zijn nog beschikbaar. We klikken op de 29e. We krijgen nu de verschillende openingsuren te zien. We kiezen hier wanneer we graag willen aankomen. 19 uur bijvoorbeeld. En nu gaan we hier onze gegevens invullen. Dus elke klant moet zijn of haar persoonlijke gegevens invullen. Er wordt dan ook altijd een klantenfiche gecreëerd in jullie Resengo systeem, zodat jullie ook die gaan kunnen bijhouden en gaan kunnen tracken. Voilà, we vinken hier nog de zaken aan die relevant zijn. Als we graag een nieuwsbrief willen ontvangen van jullie, gaan we ook dat hier moeten aanvinken. We klikken op volgende. En vervolgens krijgen we hier nog een controleschermpje te zien, waar we ook nog een opmerking kunnen plaatsen richting jullie. Dat kan een vraag zijn, maar dat kan ook gewoon een melding zijn, zoals ik ben allergisch voor noten. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn een vraag zoals, mag ik mijn hond meenemen? We bevestigen de reservering. En de reservering is nu voltooid. Dus heel simpel voor jullie klanten om een reservering te maken. Dat gaat heel snel. En op deze manier kan er ook gereserveerd worden op jullie website online, zodat dat niet die administratie wat verminderd wordt bij jullie. Voilà. Dus hoe dat jullie zelf nu de reservering gaan beheren, gaat gebeuren via de website www.mijnresengo.com. En hier heb je de mogelijkheid om in te loggen met je e-mailadres en je wachtwoord. Je kan het altijd inloggen op elke computer waar internet op is. Kan je altijd inloggen op je Resengo-omgeving door te surfen naar mijnresengo.com en daar in te loggen met je e-mailadres en paswoord. Voilà, dus nu zitten we op de startpagina van Resengo. Dat is eigenlijk de inbox. We zien hier in de linkse grijze balk de verschillende menupuntjes. Ik ga die één voor één allemaal overlopen. En we zitten nu eigenlijk in de inbox. Dat is dit icoontje hier. En de inbox geeft ons een soort van... op eerste zicht toch een soort van alle nieuwigheden in het systeem komen hier terecht. Dus we krijgen hier alle nieuwe meldingen te zien, we krijgen alle nieuwe vragen te zien. Krijgen we in de eerste stap hier te zien, in de inbox, krijgen we hier de vragen bij reserveringen. Er zijn er momenteel 2, dus we hebben iemand die zegt van, ja, dat hij langskomt voor zijn of haar verjaardag. Dus je kunt nu zeggen, ik ga die persoon een antwoordje geven door erop te klikken. Of je kan ook zeggen, oké, ik heb het gelezen, ik ga die melding archiveren. Voilà, we gaan dat eens even archiveren. Die gaat nu weggaan uit de inbox en zo kan je perfect opvolgen welke vragen je nog moet beantwoorden en welke niet. Dus deze vraag is iets specifieker. Die persoon heeft echt gevraagd of hij zijn hond mag meepakken. Dus die gaat ook een antwoordje nodig hebben. Die kunnen we dat nu geven door hierop te klikken. Kunnen we nu zeggen, dat is zeker mogelijk. Voilà, dus de inbox geeft je de mogelijkheid om alle opmerkingen, alle communicatie te bundelen. Via de inbox hier krijg je alle vragen binnen, krijg je alle feedbacks binnen. Dus na een reservering gaat een persoon ook een feedback mailtje krijgen, waar die persoon dan ook een feedback kan geven over het restaurantbezoek. En die kan je hier allemaal te zien krijgen. Je ziet hier ook alle nieuwe reserveringen staan. We zien hier dat er 2 nieuwe reserveringen zijn. Eentje daarvan is al bekeken geweest. We zien hier 6 minuten geleden heeft Rob Resengo gereserveerd. Als we met onze muis erover gaan, zien we wat meer details. Die komt op 5 juni om 19 uur met 3 personen. Heeft gereserveerd via de website, heeft een opmerking gegeven, is op tafel 2 gezet enzovoort.
Je kan daar dan ook op klikken om die reservering in wat meer details te zien en je kan die hier dan ook gaan bijwerken of gaan verwijderen indien gewenst. Als die persoon toch met 4 personen gaat komen, kan je dat even aanpassen. Gaan we opnieuw een bevestigingsmailtje kunnen sturen indien gewenst. Als je dat niet wil, kan je dat ook uitvinken. Dus na elke reservering wordt er ook een mail gestuurd naar die klant en hier kan je dus eigenlijk die mail opnieuw gaan versturen indien je dat graag wilt doen door die wijziging die we juist hebben doorgevoerd. Voilà. Dus nu zien we ook dat er een nieuwe wijziging in het systeem is gekomen. De reservering van Rob Resengo is van 3 personen naar 4 personen gegaan. Dus bij reserveringen zien we dus alles wat gaat over reserveringen, over de wijziging van reserveringen, annuleringen, de nieuwe toegevoegde reserveringen komen hierin te staan. En dan hebben we hier nog de support. Dat zijn eigenlijk de vragen die jullie kunnen stellen aan ons. Daar gaan we iets meer over vertellen als we naar dit puntje gaan. Dat is eigenlijk ook onze helpdesk. Maar hier krijg je dus ook een samenvatting te zien van al die supportticketjes. En dan hebben we nog het Resengo Forum, waar we eigenlijk jullie wat meer op de hoogte houden van alle nieuwe wijzigingen, alle nieuwe nieuwigheden over Resengo systeem. Dus de inbox is ook de plaats waar jullie de meeste tijd gaan doorbrengen. Jullie gaan hier dus alle reserveringen kunnen raadplegen. Jullie gaan hier alle nieuwe vragen kunnen gaan beantwoorden. En via het kalendertje rechts van boven, dus via het plusje rechts van boven, krijg je ook een kalendertje te zien met de mogelijkheid om je planning opnieuw te bekijken. Dus we zien hier nu de planning van deze volgende 30 dagen. En we kunnen nu zien dat we voor het diner van 29 mei 4 couverts erop hebben staan. Voor 5 juni hebben we er ook 4 couverts op hebben staan. Dus dat krijg je zo in een oogwenk te zien. Je kan op deze manier ook reserveringen gaan toevoegen. Stel je voor dat je telefonisch een reservering krijgt, kan je die ook gaan toevoegen door te klikken op de shift waar je de reservering wil toevoegen. Bijvoorbeeld, we willen een nieuwe reservering toevoegen voor 29 mei. Je klikt daarop. En nu kan je de reservering gewoon gaan toevoegen door alle zaken hier te gaan invullen. We gaan ze bijvoorbeeld zeggen, Mark komt met 4 personen om 19:45 uur. We kunnen hier dan ook nog een vertrektijd ingeven, maar dat is optioneel. We gaan zien dat ook de Resengo automatisch een tafel gaat kiezen voor die persoon. Tafel 3. Je kan hier ook nog manueel een andere tafel gaan ingeven door gewoon de andere tafel te gaan tippen. Je kan hier ook een opmerking plaatsen, een interne opmerking is enkel voor jullie. Een opmerking naar de gast wordt meegestuurd in de bevestigingsmail. Maar zoals jullie misschien gezien hebben, heb ik hier enkel de voornaam getipt. Dat is perfect mogelijk, maar natuurlijk, het is onmogelijk dan wel om die persoon ook een mailtje te gaan sturen met bijvoorbeeld die opmerking in. Als je toch zegt van ik wil liever dat die persoon ook een mail gaat krijgen van ons, kan je ook direct een klantenfiche gaan aanmaken door hierop te klikken. En kan je hier eigenlijk al de gegevens invullen van die persoon. En dan wordt er ook direct een klantenfiche aangemaakt. Opnieuw, het is niet nodig om dat te doen, dus je kan ook gewoon een reservering toevoegen met een naam. Maar het is wel altijd aan te raden om ook een klantenfiche te koppelen, zodat die persoon ook die automatische communicatie krijgt. Die persoon gaat dan een bevestigingsmailtje krijgen na het aanmaken van deze reservering, maar ook een herinneringsmail de dag voordat de reservering plaatsvindt en een feedbackmail ook. Dus dat is zeker wel interessant om dat zoveel mogelijk in te vullen. Maar opnieuw, het is optioneel, het is niet nodig. Je kan ook altijd die naam gewoon invullen. Dus nu kunnen we dus ook een opmerking naar de gast sturen. Stel je voor dat je telefoon is dat beloofd had, kan je dat daar nu nog eens even in vermelden. Voilà, die reservering is nu toegevoegd. Als we nu terug op het plusje gaan klikken, zien we dat er couverts zijn toegevoegd. We zitten nu aan 8 couverts voor het diner. Je kan ook altijd klikken op die 3 puntjes om die reserveringslijst te zien van die specifieke dag. En op die manier krijg je dan ook te zien, oké, we hebben 2 mensen erop staan voor het diner van 29:05. En dan zien we nu hier het aantal personen en en andere gegevens van die reserveringen. Dus die gegevens zijn hier, het feit dat je die reservering kan je hier ook gaan bewerken, je kan die gaan verwijderen. We zien hier dat er een envelopje is, dat betekent dus dat er een mail is verstuurd. Als dat envelopje grijs is, betekent dat er geen mail verstuurd is. Je kan daar ook altijd op klikken om die communicatie opnieuw te zien wat er precies is verstuurd geweest. We hebben hier ook nog de mogelijkheid om de statussen te gaan aanpassen. Momenteel staan die allebei op gereserveerd. Maar je kan die ook, als die persoon eenmaal binnenkomt en aan tafel komt te zitten, kan je hierop klikken om die status aan tafel te activeren. Zodat jullie ook iedereen weet, oké, die persoon zijn aangekomen. Je kan dan ook nog eens klikken op vertrokken. En zo kan je perfect bijhouden wie is aangekomen en wie niet. Via dit scherm heb je ook de mogelijkheid om je dagen een beetje te gaan beheren. Dus stel je voor, we zien hier nu dat deze zaak 3 diners heeft op 28, 29 en 30 mei en 2 lunchen heeft
op maandag en dinsdag. En we kunnen nu ook zeggen, oké, ik wil graag uitzonderlijk toch een lunch gaan doen ten 30e mei. Wel, dan kan je gewoon hier een shift gaan toevoegen door op het plusje te klikken van die lunch. En nu zien we de mogelijkheid om een lunch te gaan toevoegen. Voilà, dus nu hebben we een lunch toegevoegd voor die dag. En we kunnen die lunch nu ook nog gaan bewerken. We kunnen hier nu één specifieke shift gaan bewerken. Opnieuw door op die drie puntjes te klikken. Kan je hier nu op bijwerken gaan klikken. En op die manier heb je de mogelijkheid om die shift te gaan bijwerken. We kunnen het start- en einduur gaan aanpassen. We kunnen de limieten hier van onder gaan aanpassen. Enzovoort, dat kunnen we hier allemaal doen. En we kunnen ook, als we dit gaan sluiten en terug op die drie puntjes klikken, de verschillende uren en spreidingen zien. Om zo ook de verschillende aankomsturen van de lunch van zondag 30 mei te gaan aanpassen. Je kan ook via dit loop-icoontje kan je ook heel snel een reservering gaan opzoeken. Stel je voor dat iemand je belt en zegt ik had een reservering gemaakt en ik zou die graag willen wijzigen. Kan je gewoon even op het snelzoekfunctie klikken, de achternaam vragen van die persoon en dan krijg je alle reserveringen te zien van mensen met de achternaam Klaas in dit geval. Je kan die dan hier gaan bewerken als die persoon zegt van ik ga toch met drie personen komen, kan je die weer gaan aanpassen. Oh, het reserveringssysteem zegt dat er geen tafel beschikbaar is, dus dan ga je die persoon moeten zeggen, oké, sorry voor drie, wordt het wat moeilijk om te komen, maar je kan dat nog altijd opslaan als je toch zegt van, we gaan toch nog het toelaten. Dus jullie hebben altijd wel de mogelijkheid om die te gaan overrulen. Voilà, dat is een beetje de inbox. Ik ga nu naar het volgende puntje gaan, dat is de reserveringslijst. Via de reserveringslijst heb je de mogelijkheid om alle reserveringen te zien in een mooie lijst. En het handige daarvan is, je hebt hier die zoekfunctie, helemaal van boven. Als je daarop klikt, heb je ook de mogelijkheid om te gaan zoeken naar specifieke filters. Dus je kan hier een filter instellen, bijvoorbeeld, ik wil alle reserveringen zien voor 29.05. Als we dan op zoeken klikken, krijgen we een lijst te zien van alle reserveringen van 29.05. Je kan dat doen onder elke kolom, kan je een filter instellen. Ik wil alle reserveringen zien van Klaas Rob. Ik wil alle reserveringen zien die aan tafel 4 komen te zitten. Ik wil alle reserveringen zien die op tafel met 4 personen zijn enzovoort. Kan je heel perfect gaan zoeken. Je kan die lijst dan ook gaan afdrukken of gaan exporteren naar een Excel-lijst indien je wilt. Kan je ook ervoor zorgen dat dat zo gedaan wordt. Vervolgens hebben we hier nog het vraagtekentje links van onder. Het vraagtekentje is eigenlijk onze helpdesk en daar heb je de mogelijkheid om vragen te stellen aan ons via het knopje vraag toevoegen. Kan je gaan communiceren met ons? Heb je een vraag over het systeem of wil je graag een aanpassing doen en je weet niet direct hoe je het kan vinden? Ga hier even naartoe, klik op beschrijving, maak hier je vraag en zo op die manier kunnen wij dat verder gaan opvolgen. Dat was eigenlijk een beetje de uitleg over het gebruik van het systeem. Dus de inbox opnieuw is heel belangrijk. Hier kan je dus alle zaken gaan raadplegen. Al je reserveringen komen hier te staan. En op het kalendertje krijg je dan een overzicht te zien van de verschillende dagen. En kan je ook zien hoeveel couverts je wanneer verwacht. En de mogelijkheid om die in een lijst te gaan zien wie er precies allemaal komt. Dan hebben we nog een paar instellingen die ik wil overlopen met jullie. Namelijk, als je op het tandwieltje hier links van onder klikt, heb je de mogelijkheid om verschillende instellingen te gaan raadplegen. Zo hebben we de mogelijkheid om via restaurant, openingsuren, series, je verschillende openingsuren te gaan raadplegen. Bij het instellen van jullie systeem hebben jullie deze ingesteld en die kan je hier dus nog gaan aanpassen. Dus we hebben één serie voor de lunch. Dat zijn eigenlijk de maandag en dinsdag hebben we een lunch gepland van 12 uur tot 14 uur. We kunnen die gaan bijwerken hier. En op deze manier kunnen we dus eigenlijk nog wat zaken gaan toevoegen. Stel je voor, we gaan ook woensdag open gaan van de lunch, kan je dat hier op klikken. Wil je graag meer couverts per reservering, dus momenteel kan er maar met max een groep van 6 gereserveerd worden, kan je dat hier gaan aanpassen. Je kan hier nog het maximum aantal couverts per service instellen. Wil je graag een limiet zetten van het aantal online reserveringen dat binnen mogen komen, kan je hier zeggen, ik zou er graag toch maar 20 hebben in mijn zaak per voor de lunch. Dan kan je dat hier mooi instellen. En hier de start- en einduur kan je natuurlijk hier ook gaan aanpassen. We hebben hier ook nog het klokje. Als je daarop klikt, kan je ook de verschillende aankomsturen zien. En kan je hier ook nog bepaalde zaken gaan instellen. Je kan hier een aankomstuur gaan verwijderen of gaan desactiveren. Als je zegt van ik wil liever dat 13 uur en 13 uur 15 enkel intern boekbaar is, kan je dat hier ook gaan doen. Je kan het maximum aantal gasten hier gaan instellen.
Dus op die manier kan je ervoor zorgen dat er ook een bepaald aantal limieten worden ingesteld per aankomstuur. Als je zegt van ik wil toch niet dat te veel mensen reserveren om 12 uur, dan kan je hier een limiet gaan instellen van bijvoorbeeld 5 man mag je maar om 12 uur reserveren. Maar pas daar altijd wel goed mee op natuurlijk, zodat de mensen nog altijd wel online kunnen blijven reserveren. Je kan ook bij beheerrestaurant kan je ook nog je vakanties feestdagen gaan instellen. Hier kan je ook zeggen van ik wil graag een sluiting hebben. Wij gaan op vakantie bijvoorbeeld begin juli. Kan je naar juli gaan en zeggen 1 juli tot 7 juli zijn wij niet beschikbaar. En dan kan je hier nog een melding zetten. En wanneer mensen gaan proberen te reserveren voor die dag, gaan ze eigenlijk niet die reservering kunnen maken. Je kan bij beheer e-tafel tafelinstellingen kan je ook nog je verschillende tafels gaan aanpassen. Je kunt tafels gaan toevoegen. Je kunt tafelcombinaties ook gaan toevoegen hier. En zones kan je ook hier gaan toevoegen of gaan bijwerken. Dus al die zaken kan je hier doen. Dit zijn eigenlijk de zaken die je ook hebt ingesteld tijdens het de setup proces, tijdens die verschillende stapjes op het begin. En die kan je hier dan ook nog gaan bewerken. Via beheer partners Resengo heb je ook nog de mogelijkheid om bepaalde andere zaken aan te passen, vooral op verband met de pagina op resengo.com. Dus elke klant van ons krijgt ook een pagina op resengo.com waar dat dan ook gereserveerd kan worden of een vraag kan gesteld worden. En die informatie die hier staat kan je aanpassen dus via beheer partners en Resengo. Je kan die hier bij volledigheid van de gegevens gaan bewerken en op die manier kan je dan ook wat gegevens gaan aanpassen, zoals de beschrijving, ook jullie contactgegevens. We zien hier bijvoorbeeld een foutje staan, dus dat kunnen we hier gaan bijwerken en op opslaan klikken. Je kan bij foto's en logo dan ook nog je foto's en je logo gaan aanpassen natuurlijk. En hier kan je dan ook de coverfoto's gaan aanpassen die op resengo.com staan. En we zien die hier van boven verschijnen. Ook je logo zien we dat hier mooi is opgeload. En hier van onder zien we dan ook jullie mailheader. Dus bij elke bevestigingsmail, herinneringsmail, feedbackmail wordt de mailheader hier gebruikt. En die kan je hier ook nog even gaan bekijken. En je kan ook nog een andere foto gaan selecteren van de foto's die je hebt geüpload door die daar aan te klikken. Hier heb je ook nog de mogelijkheid om via de widget-knop hier de verschillende informatie over de Resengo widget te vinden. Dit is eigenlijk informatie die je ook gewoon via deze link te kopiëren en te plakken kan doorsturen naar je webmaster. Die kan dan in die link gaan en kan dan ook ervoor zorgen dat hij al de informatie van de widget kan gebruiken voor dat mooi op jullie website te zetten. Ten slotte hebben we nog via beheer Help FAQ de mogelijkheid om alle verschillende handleidingen van Resengo te gaan raadplegen. Als je hier klikt bijvoorbeeld op tafels, krijg je hier de verschillende zaken bijvoorbeeld over de inbox te zien met allemaal zaken van hoe voeg ik een reservering toe via de inbox. Als je het vergeten bent, kan je hier ook je vraag gaan zoeken en op die manier gaan we jullie zeker zo snel mogelijk verder helpen. Voilà, dat was een beetje de uitleg. Ik hoop dat jullie er snel van start mee gaan en als jullie vragen hebben, weten jullie ons te vinden. Dankjewel!